gaan we daar kijken dan. Want dat komt op mij. Mensen, ik ga nu naar de garage toe. Ik heb dus een belletje gehad daarnet, samen met Björn en Jeroen. We moeten naar de garage hier in Bergsenhoek. En daar moeten we gaan zoeken naar een brief. Dus dat gaan we doen, toch? Ja. Oké, grappig dat iemand gewoon... What the fuck? Dat iemand gewoon de lift... Ja, inderdaad. Heeft die gozer dat gedaan? Die bedreiger? Misschien ligt de brief hier onder. Ja, dat kan ook. We moeten wel goed zoeken, hè. Ik zweer je. Oké. What the fuck? Maar het is zo fucking droog, want... Waarom zou de bedreiger hier überhaupt iets neerzetten? Allemaal mensen. Ja, dan heeft hij het wel echt goed gedaan, man. Oké, we gaan gewoon zoeken, mensen. We gaan eerst naar sowieso Ben. Dat hij bij de grotbank in de haar zit. Ben, dat hij bij de grotbank in de sfeer. En ja, maar het kan wel daar ergens bij de boodschap. Nee, dat denk ik niet. Gadver, dat überhaupt in de fucking grotbank gaan pakken. Kees, 25. Dit is gewoon salaris of zo, denk ik. En ze gaan daar liggen. Zou ik daar liggen? Denk je? Denk je dat ik daar? Ja, misschien wel. Gaan we daar kijken dan? Want dat komt op mij. Ja, dat is waar. Heel fucking fuck. Hij komt weg. Hij is fucking weg. Nee. Fuck. What the fuck? What the fuck? Nee, hij heeft Jeroen de keel. Hij heeft Jeroen. Jeroen? Nee. Hij heeft Jeroen. Nee. Wacht. Oh mijn god. What the fuck? Hij heeft Jeroen. Nee, normaal. Nee. Hij heeft Jeroen. Echt waar, dat is niet leuk. Nee, dit is echt niet leuk. Als het een prank is, hè, van iemand. Echt serieus, hè. Als het een prank is, is het echt niet meer leuk. Dit gaat gewoon te ver. Dit gaat echt te ver. Hé, maar gelukkig. Maar Jeroen is nou weg, hè. Moeten we niet helpen? Nee, we sluiten af. Volgende keer gaan we hem helpen. Volgende video. Als jullie allemaal een duimpje omhoog doen, sowieso allemaal abonneren. En abonneer even op Björn, MBS Gaming. En ik zie jullie weer later gewoon. Jeroen is weg. Fuck.